Hallo iedereen. We gaan nog een beetje haken voor de verandering. We gaan deze steek aanleren. De voorkant en de achterkant zijn praktisch hetzelfde. Het is een variant op de corner-to-corner stitch. Alleen dat we niet van hoek naar hoek werken, maar in heen en teruggaande rijen. Oké. We beginnen met een kettingsteek van een aantal steken deelbaar door 4. En dat zijn er 24. En dan gaan we, we zitten dus hier. We beginnen aan deze kant, sorry. Dus dit is de goede kant van mijn werk. We beginnen aan deze kant. We gaan als volgt te werk, dus we hebben 24 lossen. We slaan 3 lossen over. En we doen 2 stokjes in de volgende steek. We slaan 2 steken over en we doen een vaste in de volgende steek. We haken 2 los en we doen nogmaals 3 stokjes in de steek waar we de vaste in gedaan hebben. We slaan 2 over. Het is dus heel eenvoudig. We haken een vaste, 2 lossen en 3 stokjes in deze steek. Dus in feite is het 2 steken overslaan. Een vaste, 2 lossen en 3 stokjes en de volgende steek. Zo is het de eenvoudigste om te onthouden, zeg ik altijd. Ik hou daar ook rekening mee. De manier waarop het in je hoofd zit. Een vaste, 2 lossen. Drie stokjes. Twee overslaan. Een vaste. Twee lossen. Drie stokjes. Ik heb verschillende steken geprobeerd gisteravond en maar als het mij niet aanstaat dan doe ik het gewoon niet, dan verander ik, ik begin dan met een andere steek. Oké, we hebben ondertussen 6 groepjes. We slaan 2 steken over, ik heb een paar steken te veel opgezet. We slaan 2 steken over en we doen een vaste als laatste steek. Deze kunnen we loshalen later. Dus we zitten aan het einde. We eindigen met een vaste. We beginnen dus met 3 lossen en 2 stokjes. Gaan we eindigen met een vaste. Dus we haken 3 lossen. We draaien om. We haken nogmaals 2 stokjes in de vaste van de vorige toer die we zojuist gehaakt hebben. En vervolgens gaan we een vaste haken om het laatste stokje van de 3 van ons groepje van 3 van de vorige rij.
Dus daarom haken we een vaste. We haken 2 lossen. En we doen 3 stokjes onder de 2 lussen. 2 lossen, sorry. 2, 3. We haken een vaste om het derde stokje van onze volgend groepje. We haken 2 lossen en 3 stokjes. En de lossen. En zo gaan we verder. En dat is het zowat. Onze herhaling. Dus die tweede toer is de toer die we blijven doen. Een vaste om het stokje. En dat voorkomt, dat zorgt ervoor, sorry, dat we een klein beetje relief in onze steek krijgen. Twee lossen, 3 stokjes, 3 stokjes. En beëindigen met een vaste in onze keerlossen of in onze beginlossen van onze vorige toer. Dat is onze tweede toer klaar. We haken 3 lossen. En ja, zoals ik zei, het is constant hetzelfde nu. Vanaf de tweede toer een vaste, 2 lossen, 3 stokjes. En zo gaan we maar door, want ik zou blijven haken. En zo gaan we door en zo, zoals je ziet, hebben we een klein beetje relief in onze steek. Dus normaal is dat de goede kant van ons werk en dat de averechtse kant, maar het is in feite allebei de kanten hetzelfde, alleen dat de voorkant en de achterkant van de stokjes. Dat is het enige verschil, dat ben je een klein beetje opzicht. Oké, dat is een snelle steek, een leuke steek en ik wens jullie veel plezier. Aangenaam haken en tot de volgende.